Verder die passa dan zo na nationale assemblée bij Hollywood vergadering per de betaki abana pistoli voor nieuw surfen. Aumeng sama gi e mening aba tolia usabitaki vice-president Ronnie Brunswijk sefi dan abetjai kwa vestaki jaye taki abedrijf ya zo oppo dan ajombo bikano bede op de hoogte. Ook toe de politieke partijen NPS en ABOP dan na VCPC den sefi bekagi te de kaya regering voor koye na bakapisi fosi VAP sefi ko sluit aan bika de no bede op de hoogte fu na oppo fu na bedrijf ja. Daarvoor dat die passage zo dit in de Nationale Assemblée. Actie regering moe duidelijkheid abatolia meke u tjai giu sa de verschillende fractie tjai kwa fesi in de Nationale Assemblée abatoli voor nieuw surfen. En dan weten we dat wanneer je een verantwoordende regering bent dat je allerlei manieren gaat moeten zoeken om oplossingen te brengen voor dit volk. Oplossingen waar eigenlijk het hele parlement achter zou moeten staan van Kolukopeu de Nono. En laten we kijken hoe wij verder gaan om die oplossingen te brengen voor dit land. Voorzitter, ik heb ook heel goed geluisterd. Er moeten oplossingen komen op het gebied van de lokale omstandigheden. Paimande. Vele mensen moeten betaald worden, ondernemers moeten betaald worden. Die regering moet dat oplossen. Verder weten we dat één belangrijk punt is de buitenlandse leningen, de buitenlandse verplichtingen. Waarbij ons land, ik wil niet eens praten over die regering, want het buitenland kijkt inderdaad niet, president, via uw voorzitter, naar welke regering er is. Salanamuspaimi. Dat is waar ze naar kijken. En wij zullen ervoor moeten zorgen dat wij met modellen komen om de leningen, de schulden, de verantwoordelijkheden die we hebben naar het buitenland, om die ook daadwerkelijk te kunnen natuurlijk betalen. Voorzitter, en dan zien we een traject waar die regering ingaat om ervoor te zorgen dat die positie die Suriname heeft, die onbetrouwbaarheid zoals men kijkt naar ons vanuit het buitenland, dat je dat eerst gaat moeten oplossen. We kennen de perikelen met betrekking tot het IMF, waarbij we hier onder leiding van bepaalde mensen een IMF-traject hebben goedgekeurd. Waarbij wij als oppositie toen de mensen hebben gewaarschuwd. Men zei het is een homegrown project, een homegrown plan. En wij hadden de informatie dat het niet zo was, maar goed. En dan begin je in het traject met goed vertrouwen vanuit het IMF te werken. Je krijgt een voorschot van 84 miljoen ongeveer, waarbij verwachtingen zijn van het IMF. En wat doet die regering? Die regering na de overmaking verlaat gewoon het pad alsof het een heel normaal ding is. Met alle consequenties van dien. Want desmane luka regering of minister voor financiën zal doen op historie dat hij. Men zegt Suriname is onbetrouwbaar gebleken. Dat is waar je tegen moet kijken, die aan moet kijken. En de eerste discussies die ik met de president heb gehad hierover, heb ik ook direct mijn zorgen naar voren gebracht. We moeten een IMF-traject ingaan, in ieder geval de discussies voeren. Maar hoe kijkt het IMF naar Suriname met de ervaringen die we gehad hebben? Er is gesproken door de regering van een special purpose vehicle. En ik vraag dat de regering doet toekomen. Want in het vorige termijn hebben we uitvoerig gewerkt aan de wetgeving voor de special purpose vehicle. Dus men moet niet komen om een afleiding te creëren alsof de NV het special, zo'n special purpose vehicle zou zijn. Dat zou heel jammer zijn. Eigenlijk heeft de president zich juist in de problemen gewerkt. De special purpose vehicle is uitvoerige wetgeving met bevoegdheid, mandaat aan zo'n instituut. En dat was nog gaande en we willen graag een update daarover hebben en die wetgeving naar het parlement laten we zien wat een special purpose vehicle zou moeten zijn. Tegelijkertijd willen we vragen dat, voorzitter, het parlement heeft er natuurlijk niets aan hier recht in de ogen gekeken te worden en tegelijkertijd een reeks van onwaarheden aan te horen, dat noemen we 3i, of het niveau te etaleren hier scheldwoorden te gebruiken in het parlement, in Brocco Surnami, of we zeggen Bigger Surnamani. Maar laten we in plaats daarvan Lid Adin, de minister en de regering vragen. Lid Adin,
Misschien heeft het mijn hamer gepasseerd, maar ik heb in ieder geval niemand horen uitschelden. Het enige woord dat gebruikt is geworden door de minister van Financiën is het woord chaparaha, wat het geen vernietiger betekent. En ik weet niet als dat een scheldwoord is. Maar laten we dat voor de duidelijkheid van de discussie stellen. Leden, mag ik rust en orde in de zaal? Lid Adin, vervolgt u uw betoog. Voorzitter, als u zegt dat dat geen scheldwoord is, zal ik het maar proberen aan te nemen. De vraag die de minister moet beantwoorden aan de regering is: wat is er reeds overgemaakt naar de NV? En die vraag ga ik herhalen. Wat is er reeds overgemaakt naar de NV? En indien ja, uit welk land komt het geld? Welke company is dat? Wie vertegenwoordigt die company hier in Suriname? Wat is het percentage dat die persoon hier in Suriname krijgt? Waar is het geld nu? En wat was, was de hoogte van het bedrag? Ik denk dat de regering heel voorzichtig en duidelijk dit antwoord moet geven. De vragen zijn overduidelijk. Tegelijkertijd een vraag aan de president. Een nietige rechtshandeling, bijvoorbeeld een rechtshandeling die in strijd is met de wet, zeggen we, goede zeden of een openbare orde, kan mogelijk ongeldig zijn, voorzitter. Een voorbeeld is een rechtshandeling die absoluut nietig is, is bijvoorbeeld de overeenkomst waarin een huurmoord wordt bedongen. De strafwet die moord strafbaar stelt is immers van openbare orde en er zal dus al dus nooit van afgeweken of afspand van worden gedaan. Het is evident dat er hier rechtshandelingen zijn gepleegd, specifiek privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn gepleegd, in strijd met de comptabiliteitswet en andere duidelijk dus overschreden zijn. Ongeldig of nietig, of wat u wilt noemen, NV bestaat niet, haalt dus niet weg dat er in strijd met de wet gehandeld is. Triest om laatstelijk nog te vernemen, ik zou het een grappenmaker noemen, die het volk wilt vragen, we're viering. Dan is dit alles waarin wij nu leven op dit moment een geschetste droom van hem in de realiteit. Want Chinsak Mopovin Denki. Los van het feit dat mensen goede bedoelingen kunnen hebben, is triest. Ik lees hier, want uiteindelijk, welke keuzes wij ook maken op welk moment, vandaag getuigt de dagelijkse pinari van het volk van deze keuzes. In een training kreeg ik ooit een quote mee die zegt: je bent de som van je keuzes tot op dit moment. Wauw, ik realiseer mezelf dat. En ik vraag mezelf ook af, als we het nu weer moeten ervaren van de regering waarin wij ons vertrouwen hebben gesteld. Angami Her Ati, Angami Bribi, Anga Lobby. Maar wat heeft de emotie ermee te maken? Als in de realiteit de keuzes anders zijn dan wat mijn wens is. Voorzitter, ik kijk naar de leeftijden van het geachte minister, van de geachte minister Albert Ramdien. 62 jaar, assistent-secretaris-generaal van OAS geweest en huidige minister van Buitenlandse Zaken. Ik kijk naar de leeftijd van de minister van Financiën en Planning, de heer Armand Agaibersien, CEO van Assuria Verzekeringsmaatschappij geweest en vandaag minister van Financiën en Planning. We sluiten niet uit dat mensen onderweg naar de visie die ze hebben, dat ze fouten kunnen maken. Het hoort erbij. Maar de eerste stap om goede en betere keuzes te maken is bevestigen dat je een fout hebt gemaakt en je probleem recht in de ogen kunnen aankijken. Daarom ben ik blij met de bijdrage van geachte lid, de voorzitter, meneer Gregory Rusland. We zien dat er een fout is gemaakt. En dat willen we niet meer. Althans, ik niet. Laten we de keuzes maken die in de richting zijn voor onze jongeren. Wanneer om de we make the keuzes die zien. Don't fear to look at your own scars.
Want hij leert van Santakti, die je kies van Biggie Krabu, van Biggie Koti, de asking van de regering. Dank u wel, voorzitter. Ik heb aandachtig geluisterd naar de regering. En voor mij is het duidelijk waarom ze zo'n vehicle nodig hebben. Het land is in een zware financiële crisis. Waar het komt, van waar het komt, dat weten we allemaal. En vanuit deze plaats wil ik de regering oproepen om datgene te doen dat goed is voor land en volk. Via u, voorzitter. En ik heb daarnet geluisterd naar het geachte lid Melvin Bova over dat van Fresh Capital googelen. Ik moet u zeggen dat ik wel Fresh Capital heb gevonden op deze telefoon. En ik zie Fresh Capital, ik zie ook Fresh Capital Mining. Of het is Google, er is maar één Google. Dus dank u wel, voorzitter. We hebben aandacht gevraagd, voorzitter, voor transparantie. We hebben aandacht gevraagd voor goed en integer bestuur. We hebben aandacht gevraagd, voorzitter, voor voorspelbaarheid van bestuur, voorzitter. Voorzitter, het is ons opgevallen dat het weerwoord meermalen is, voorzitter. Jij zat ook erbij. Met andere woorden, het bespelen, voorzitter, van de achteruitgang en snaar, voorzitter. Maar voorzitter, dat kan nooit, ik heb eerder hier aangegeven, voorzitter, dat kan nooit de modus operandi zijn, de messias zijn, voorzitter, van de regering. Want terwijl we constant, voorzitter, duiken in de achteruitgangspiegel, voorzitter, is die armoede niet gestuit, voorzitter. Krepeert het volk nog steeds, voorzitter. Morgen heb ik begrepen, gaan die benzineprijzen weer de lucht in, voorzitter. Maar om een lang verhaal kort te maken, voorzitter, wat ik al eerder aangaf, de regering heeft constant als rode draad aangegeven, ja, wat de intentie is, wat de goede bedoeling is om met, laat maar zeggen, een mammoet investeringsbank te komen, voorzitter. Maar het gaat niet om de intentie en de doelstelling. Het gaat om de aanpak primair, voorzitter, en in hoeverre, voorzitter, er zaken die te maken hebben met wettelijke bepalingen, maar ook zaken die te maken hebben met immateriële zaken, voorzitter. Ik heb het over good governance. In hoeverre die zaken ook genoegzaam zijn meegenomen, voorzitter. En het antwoord daarop is niet in voldoende mate gegeven, meneer de voorzitter. Laten we duidelijk zijn, voorzitter. Ik wil graag van de regering weten, althans onze fractie, voorzitter, wat de regering heeft mogen ervaren in deze geest als de grootste fout. Wat is de wake-up call? Wat zijn de lessons learned, voorzitter? Dus we hebben graag dat de regering deze zaken met ons deelt, voorzitter. Voorzitter, wat we ook moeten aangeven, meneer de voorzitter, is dat we er graag hebben, en het komt op hetzelfde neer, dat de regering, aan zelfreflectie zou doen. Maar de regering is ervan uitgegaan dat men in de beklaagde bank zit. En dat men zich moet verdedigen en in voorkomende gevallen in de aanval moeten gaan, voorzitter. Terwijl dat niet de bedoeling is. Wat we gevraagd hebben, voorzitter, is verantwoording afleggen, voorzitter, in het huis van het volk, voorzitter, over deze debakel, deze affaire. En wat we gehoord hebben van de regering, voorzitter, is dat de regering zegt, wij gaan de stekker voor wat betreft New Surfing NV eruit halen. Dat bij de wang PC uit na assemblievergadering, bij de verschillende fracties die mening en stel vragen aba na tolifu New Surfing. Na taas in de regering reageer president Masa Chandrika Persat Santoki dan aso alleg wantu san uit aba fa pisitolia didong. Menke ogo aliki president Chan die antwoord. Voor de gehele samenleving, alle mensen, rijk en arm, van kuststrook tot binnenland, van onze kinderen en voor onze kindskinderen, meneer voorzitter, garandeert deze regering dat iedere Surinaamse burger in vrijheid, welvaart en zekerheid zal kunnen leven. Een duurzame groei zal hebben van de economie, groei van welvaart en welzijn voor onze bevolking.
dat burgers samen kunnen leven en kunnen werken op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid en collectieve geborgenheid. De voorzitter, de verbetering van gezondheidszorg, veiligheid en de rechtszekerheid van de Surinaamse burgers staan ook hoog op onze agenda. De mensen die een achterstand hebben, de kans hebben om vooruit te komen en zich verder te ontwikkelen, want juist in die groepen en in die gebieden waar er achterstand is, zal deze regering extra investeren, meneer de voorzitter. De voorzitter Suriname en de burger van Suriname zullen weer volwaardig met trots en met gezag kunnen participeren in internationaal verband in het buitenland. De voorzitter, onze burgers zullen weer trots zijn dat ze kunnen zeggen dat ze Surinamer zijn en dat ze onderdeel uitmaken van een pluriforme samenleving, een moderne samenleving, waar er sprake is van eenheid en diversiteit, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, gelijkwaardigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen en gelijkwaardigheid tussen de diverse religieuze en etnische groepen die ons land rijk zijn, meneer voorzitter. Een samenleving die fundamenteel gebaseerd is op de universele rechten van de mens. Een samenleving met goed onderwijs, hoogwaardige gezondheidszorg, waarin alle randvoorwaarden voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling aanwezig zijn. Een samenleving, meneer voorzitter, die zijn kenmerkt door welvaart, welzijn en gelijke kansen voor ieder. De voorzitter, Suriname zal weer een land worden dat zich onderscheidt door leiderschap in de regio. Dit is waarvoor deze regering staat, meneer voorzitter. Dit is waar Suriname zal moeten zijn. Dit is waarvoor de bevolking heeft gekozen. Een goede keus gemaakt, een bewuste keus gemaakt voor voorspoed, gezondheid, rijkdom en vooruitgang, meneer voorzitter. En natuurlijk gaan we dat doen step by step. Door creëren van mogelijkheden, door creëren van faciliteiten, door ontwikkelen van beleid. Daarop kom ik, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, om die visie te kunnen realiseren, moeten we eerst die financiële puinhoop oplossen. Financiële puinhoop, meneer voorzitter, is zo groot, vele malen groter dan we dat maar hadden kunnen inschatten. En ik heb u reeds bij het startpunt gekenschetst, namelijk waar wij als regering naartoe willen gaan. De regering Santokki Brunswijk is met een deskundig team van ministers ondersteund door allen om ons heen om deze visie te delen, meneer de voorzitter. We werken dag en nacht om deze visie te kunnen realiseren voor de samenleving. De sleutel om dit te kunnen bereiken is het oplossen van deze financiële puinhoop en daarmee samenhangende enorme armoede die heerst onder de bevolking en die het gevolg is van de financiële situatie die er is gecreëerd, maar die is ook verergerd als gevolg van de COVID-pandemie. Meneer voorzitter, we hebben oor voor de samenleving. Ik weet dat de samenleving ongeduldig is. We staan midden in de maatschappij. We bewegen ons onder de samenleving. En daarom vertellen we het echte verhaal in het parlement, meneer voorzitter. Het eerlijk verhaal dat men klaagt over de hoge prijzen, klaagt over de hoge koers, klaagt over de armoede en de werkloosheid. En hoe moeilijk het men heeft in de samenleving, meneer voorzitter. En we hebben oor als regering hiervoor. Meneer voorzitter, laat mij duidelijk vandaag hier zeggen dat we dag en nacht werken aan de oplossing van deze vraagstukken. En dan moeten we horen uit bepaalde bronnen, meneer de voorzitter, dat deze regering beleid maakt door te lenen. Meneer voorzitter, laat me hier in het parlement dat verduidelijken. De tijd is voorbij, meneer voorzitter, dat we lenen. Tijd is voorbij. Die regering en dat beleid dat Suriname ging ontwikkelen met lenen, dat is weggestemd door het volk van Suriname en wel op een bewuste wijze. Meneer voorzitter, wat de bedoeling is van bepaalde mensen. Terwijl er bronnen zijn, als je denkt dat we gaan lenen, bel banken, bel bureau staatsschuld, bel regering, bel minister, bel IMF. Waar alle cijfers aanwezig zijn.
Waarom moet men onjuiste bronnen gebruiken? En wat is het doel? De voorzitter. Wij hebben het volk beloofd dat wij die ontwikkeling gaan brengen. Dat we die armoede gaan aanpakken en dat we weer werkgelegenheid gaan creëren. Dat we projecten gaan uitvoeren. En wij met z'n allen, meneer voorzitter, als regering en u als samenleving, we gaan aan de slag om die ontwikkeling te brengen. En we gaan een eind brengen aan die armoede. Iedereen gaat weer aan het werk, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, om daar te komen moeten onze economie en de financiële huishouding van de staat duurzaam hervormen. Zodat we op een gezond financieel en maatschappelijk fundament deze ontwikkeling daadwerkelijk kunnen brengen. Om dit fundament tot stand te brengen, meneer voorzitter, hebben we sinds ons aantreden gezegd, namelijk dat we 5 trajecten inzetten. Hier in het parlement, in alle persconferenties, in de regering herhalen we dit. En ik ga het vandaag nog een keer benadrukken en ook aangeven waar staan we op dit moment, vandaag, 26 februari. Op deze trajecten, zodat u goed geïnformeerd bent waar we precies staan, meneer de voorzitter. Eén is het nationaal traject. 2 is het internationaal traject. 3 is het multilateraal traject. 4 het aantrekken van fresh capital. En het laatste traject was het traject van bilaterale samenwerking met bevriende naties. Om ondersteuning te krijgen om het beleid in Suriname te helpen ontwikkelen, versterken, meneer voorzitter. Voor wat betreft, wat is de stand van zaken, meneer voorzitter, op al deze trajecten? Het nationaal traject. In het kader van het nationaal traject, meneer voorzitter, heeft de regering tal van maatregelen getroffen die nu allemaal samen bijeengebracht zijn een crisis- en herstelplan. Het zo bekende CAP-plan opgesteld voor de korte termijn, waar maatregelen zijn opgenomen om de economie weer op orde te brengen. Meneer voorzitter, de maatregelen moeten zorgen voor de gezondmaking van de financieel-economische situatie, zodat er weer groei kan ontstaan en de samenleving naar een hoger niveau van welzijn en welvaart gebracht kan worden. Zonder dit plan, meneer voorzitter, zal de wisselkoers behoorlijk toenemen. En ook zal de inflatie enorm gaan stijgen, meneer voorzitter, waardoor de koopkracht van de burgers ernstig zal afnemen. Daarom is het goed, meneer voorzitter, om dit crisis- en herstelplan te gaan uitvoeren. Met de uitvoering van dit plan, meneer voorzitter, zullen de inkomsten van de staat toenemen. Ook zullen de uitgaven van de staat beperkt worden. De instituten, met name de financiële instituten, zullen versterkt worden. De corruptie zal bestreden worden. En er zal een goed ondernemersklimaat geschapen worden op verschillende gebieden. Waardoor we ook verschillende overheidsprojecten kunnen uitvoeren. Tevens zullen wij een sociaal vangnetprogramma moeten uitvoeren, meneer voorzitter, om de zwakke huishoudens op te vangen. Zo, ik ben je president Chandrika Persat Santoki. Die taki mo fawe en je vergadering taki apistoli voor nieuw surfen op bedrijf de Aitapu alasan vier trek in baka. Sa jodu na wan yung bedrijf yo se kapan pila poti de take en ya koalisi kabafa jodu dati anga alasama ade sama dimu kong aini so wan bedrijf da yo se ka alasani en mekiasani waka pili si se ke famu waka te wang lanti bedrijf o opo. Dati nasa detaki en a koalitsi en ya nationale assembly e gi ondersteuning na denki fu na regering yaso. Na taase danga oppositie no kabati fedi.
aba apisitolia masa asabina anga belfort de datino stem sevi de intaki de no wan poti den ana ahini bika de no fenetaki a regering piki e ke fabe mo piki NDP dat is stem tegen die den poti wan motie voor na coalitie kwatafa de motie die oppositie bechai kon dan na coalitie stem de weg. Ook toe een weekend dat we een persconferentie bij beleg bij na minister voor Financiën, na governor voor Centrale Bank en na edeman voor na de vice commissie bij de aan tafel. Ape dan den, die uitleg over de maatregelen die go in vanaf 1 maart. Also dit dat je aan mee kan dala dat mag bewegen a koersje tussen 14 en 16 SRD Guame Kandala en ook tuta maatregelen die teken. Mekke ook aliki fossi na minister voor Financiën, daarna wekisi na centrale bank governor en ook toe na Ideman. Er is veel te doen in Suriname om de wisselkoers is een van de zaken waar we denk ik dagelijks over praten en er wordt nergens anders zo vaak over gepraat dan de wisselkoers in Suriname. En we ervaren dat en we praten erover omdat het een issue is wat ons bezighoudt en waar we, laat me zeggen, naar verlangen om stabiliteit in te creëren en zodanig dat er sprake is van rust in de economie, rust in ons planningsproces. En het is juist daarom dat wij het nodig gevonden hebben u vandaag en via u de gemeenschap te informeren over wat wij de afgelopen maanden de twee monetaire autoriteiten met hun staf, hun experts, afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. Alleen maar in het belang om Suriname weer te brengen naar een positie waarbij er sprake is van stabiliteit en rust. Dames en heren, mijn inleiding zal kort zijn. U weet dat het hebben van meerdere wisselkoersen verwarring schept en leidt tot misallocatie van schaarse middelen. En als koersen instabiel en stijgend zijn, leidt het ook tot onzekerheid, prijsstijgingen en ongerustheid. De vraag kan gesteld worden waarom de wisselkoers voor vreemde valuta in ons land beschouwd wordt als de meest belangrijke indicator van de stand van de economie. Om twee redenen. Een heel open economie met een vrije in- en outflow van vreemde valuta. En twee, de hoge dollarisatiegraad van de economie. Voor veel goederen en diensten wordt het normaal geacht dat de prijs in vreemde valuta wordt geheven. De kleine open economie maakt dat elke verandering van de koers zich vrijwel direct vertaalt in inflatie en prijsstijgingen. In grotere en mindere open economieën is dat niet zo automatisch. En door het bestaan van meerdere koersen naast elkaar beseft iedereen dat er iets niet goed is in de economie. Als er meerdere koersen zijn die ook nog instabiel zijn, leidt dat bij de gemeenschap tot onzekerheid, prijsstijgingen, dus verlies van koopkracht en wantrouwen. Ik denk dat het goed is dat ik thans nader inga op hetgeen in de uitnodiging staat, het instellen van minimum- en maximumkoersen en de belangrijke flankerende maatregel die daarmee samenhangt, dat door de voorzitter van de deviezencommissie, althans één van de belangrijke, want er zijn meerdere, als u de minister hebt beluisterd, monetaire financiering, fiscal aspecten, een heleboel andere aspecten zijn eraan verbonden uiteraard, om te komen tot een stabiele wisselkoers. Maar dit moment is niet om op al deze issues afzonderlijk in te gaan. Laat mij nu toch even alvast opstarten met het wisselkoerstraject zoals wij dat hebben ingezet. Ik wil, beste pers en kijkers, toch
eerst een historisch stapje maken over wat heel belangrijk is en wat heel weinig wordt besproken in de gemeenschap. Dat is het koersregime, te weten het economisch-juridisch kader waarbinnen de bank handelt. De bank handelt binnen artikel 10 van de bankwet. En artikel 10 van de bankwet begint met een koersarrangement. En op grond van dat koersarrangement handelt de bank om een koers te bepalen en vast te stellen als zijnde de koers die van kracht is voor de gehele economie. Ik zei u al, historisch stapje terug. Sinds 1994 is er een koersregime gebaseerd op een volledig mechanisme van vraag en aanbod. Het principe van vraag en aanbod is doorlopend geïnterpreteerd als te zijn wat er gebeurt op straat, de parallelmarkt. Wij hebben van de centrale bank nu, na deze ervaringen, hebben wij inmiddels vastgesteld, maar dat weet u ook, dat dat mechanisme geen echte markt is. Die markt wordt bepaald door enkelen, voor velen, of soms zelfs door één enkeling. Een markt is goed, en ik hoorde de minister al terecht zeggen, ook wat IMF betreft en wat ons allemaal betreft, als een markt werkt zoals het moet werken, waarbij de mechanismen van vraag en aanbod in place zijn, dan willen we allemaal dat. Maar werking van vraag en aanbod is niet alleen wat op straat gebeurt. In macro-economisch opzicht hebben we te maken met andere vraag- en aanbodfactoren. Wat heeft de centrale bank gedaan in historisch perspectief? Vanaf april 2020 is vanwege het feit dat de marktwerking in Suriname duidelijk geen markt is, op grond van de eigenschappen die een markt moet hebben, is er overgestapt naar een ander koersregime. Het extreem flexibel wisselkoersregime, wat niet gereguleerd nog werd in de markt, zijn wij overgestapt naar een traject van zwevende wisselkoers. Dat houdt in, en dat kunt u ook halen uit de resolutie die is geslagen in april 2020, dat de centrale bank een koers vaststelt, maar ook wel kijkt naar de ontwikkelingen in de markt. En in de markt, dat is wat we noemen de koersen, parallelkoersen en wat verder wordt genoteerd. Deze historie is van belang om u voor te houden dat de bank vanaf de bekendmaking van de koers van 7,52 naar 14,29 een modelmatige benadering heeft gekozen. En wel een dynamische, modelmatige benadering om de koers vast te stellen voor de gehele economie. Er zijn drie besluiten genomen. Het eerste besluit is dat exporteurs met ingang van 1 maart 2021 al hun exportopbrengsten moeten repatriëren naar Suriname. Het tweede besluit is dat exporteurs, maar ook cambio's, met ingang van 1 maart 2021 een deel van hun inkomen in vreemde valuta zullen moeten wisselen naar Surinaamse dollar. Derde besluit is dat importeurs voor hun importen uitsluitend zullen mogen betalen vanuit Surinaamse deviezenbanken. Deze besluiten, in samenhang bezien, beogen de volgende doelen te bereiken. Het verhogen van het aanbod aan vreemde valuta voor importen, waardoor de druk op de wisselkoers zal afnemen. Het versterken van de internationale reserve van de centrale bank, waardoor de centrale bank beter in staat wordt gesteld om te interveneren op de valutamarkt. Het verhinderen van speculatie met de Surinaamse dollar, ook buiten de landsgrenzen. En het bestrijden van trade-based money laundering. Laat me allereerst vooropstellen dat het niet de bedoeling is om onevenredige hindernissen voor ondernemers op te werpen. In onze besluitvorming zoeken we steeds een balans tussen enerzijds het implementeren en handhaven van een duidelijk deviezenbeleid in het belang van de samenleving, burgers en bedrijfsleven, en anderzijds het zoveel mogelijk waarborgen van vrije handelsverkeer
om de productiesector in ons land zoveel mogelijk de ruimte te geven. Het lijkt me goed om de drie besluiten kort toe te lichten. Het besluit van de deviezencommissie van verplichte repatriatie van exportopbrengsten houdt in dat exporteurs met ingang van 1 maart 2021 verplicht zijn om 100% van de exportopbrengsten te repatriëren naar Suriname. Een ondernemer die dus goederen, zoals hout of goud of andere goederen, exporteert aan een afnemer in het buitenland, zal de betaling van de afnemer rechtstreeks moeten ontvangen op een Surinaamse deviezenbank. Hieraan zal ook een termijn worden verbonden, binnen maximaal 60 dagen na de export. Voor specifieke, niet veel voorkomende gevallen, zoals afwijkende betalingscondities, kan de deviezencommissie in samenwerking met de andere autoriteiten steeds voor een passende oplossing zorg dragen. Het doel van dit besluit is dat alle vreemde valuta die voortvloeit aan in Suriname geproduceerde goederen, met inbegrip dus ook van de goud- en houtexporten, weer terugvloeit naar het Surinaamse volk en het Surinaamse bedrijfsleven. De beschikbaarheid van vreemde valuta voor importen, maar ook de aanvulling van de internationale reserves van de centrale bank, zal daarmee toenemen en daarmee wordt een afname van de druk op de wisselkoers tussen vreemde valuta en Surinaamse dollar bereikt. Stabilisatie van die koers. Hierbij moet worden opgemerkt dat een deugdelijke controle door de douane op de exportwaarde van de geëxporteerde goederen noodzakelijk is, omdat anders een risico wordt geïntroduceerd op onderfacturering, waardoor alleen de exportopbrengsten die op de factuur staan worden gerepatrieerd en de exportopbrengsten daarboven toch in het buitenland blijven staan. Dus de controle van de douane op exporten, met name de juistheid van de opgegeven waarden en volumes, zal in samenwerking met de autoriteiten, waaronder Financiën en minister van Economische Zaken, verder worden opgevoerd. De administratieve uitvoering van dit besluit zal door de deviezencommissie worden gedelegeerd aan de centrale bank, waarbij de centrale bank de cijfers zal bekendmaken aan de deviezencommissie, zodat we de effectiviteit van deze maatregel kunnen blijven monitoren en op basis daarvan de maatregelen tussentijds kunnen aanpassen en in overleg kunnen blijven met stakeholders. Het tweede besluit van de deviezencommissie is de invoering van een zogenaamde retentieregeling. Dat houdt in dat exporteurs en cambio's een deel van hun inkomen in vreemde valuta moeten omwisselen naar Surinaamse dollar. Het gaat dus niet om zozeer het afdragen, maar om het inwisselen. US dollar of de euro worden geconverteerd naar Surinaamse dollar. Het deel dat zou moeten worden ingewisseld naar Surinaamse dollar bedraagt tenminste 30% van de ingekomen vreemde valuta. Dat bij de persconferentie die bij Holly na weekend die passa. Ape dat die kondig aan de maatregelen die teke voor solo gutaki sango mo bete aan uw economie. Na mee kan dala dan aso de potje aan uw band breedte de kaen. Dat want aki a dala mag bewegi tussen 14 en 16 SRD die waarmee kan dala. Dat hij na besluit die teke en ook totaal maatregelen deed, maar fini dan wo boko den dat hij gil. En ga die tjoko na kabafu na gongo sabotof tidem, taki gantangi di iluku. Nye winsi wa mooi shuti neti, gomo fawe.